Het 3D-infopunt in het station Gent-Sint-Pieters werd in november vorig jaar geopend. Toeristen die in Gent aankomen, kunnen er op verschillende manieren aan informatie geraken. Ze kunnen er een folder of een stadsplan raadplegen, maar ook met een touchscreen allerlei zaken opzoeken. Het meest innovatieve daaraan is dat men eigenlijk via gebruikmaking van nieuwe technologieën rechtstreeks in contact kan komen met een medewerkster die ergens anders zit. En zo kan men vragen stellen. Men kan ook via vooraf opgenomen filmpjes antwoord krijgen op een aantal vragen. Toerisme Vlaanderen heeft het infopunt nu beloond met de award voor beste toeristische innovatie. Een opsteker voor de stad. Het is echt een erkenning. We zijn echt pionier met deze toepassing in Vlaanderen. We hebben gemerkt dat Antwerpen al interesse heeft, dus dit zal zeker nog navolging kennen.